Veel wandelaars lopen de Nijmeegse Vierdaagse met een bijzondere reden. Bijvoorbeeld om geld op te halen voor een goed doel, als keerpunt in hun leven of om iemand te herdenken. Stadsklooster Marieke wil de wandelaars een plek bieden waar ze even stil kunnen staan bij een diepere betekenis van hun tocht. Het Stadsklooster Marieke in Nijmegen is voortgekomen uit het Stadsklooster van de Augustijnen in de Boskapel. De zelfstandige stichting is kerkelijk geworteld, maar kleurt net als Marieke van Nijmegen een beetje buiten de lijntjes. Stadsklooster Marieke geeft iedereen, religieus of niet, de gelegenheid om even stil te staan. Maar we proberen toch aan ons geloof een eigen draai te geven. Dat doen we bijvoorbeeld nu ook bij de Vierdaagse. We hebben dat oude ritueel van het kaarsen aansteken. En toen dachten wij, nou laten we dat maar langs de route ook doen, zodat mensen daar de gelegenheid hebben om een kaars aan te steken. Nou, wij willen met het klooster op wielen, willen we langs de route gaan staan om de lopers de gelegenheid te geven om stil te staan bij redenen, motieven waarmee ze lopen. De reden dat mensen de Vierdaagse lopen verschilt. Maar het is de stichting opgevallen dat veel wandelaars de tocht lopen met een diepere betekenis. Want dat is ook wat we vanuit de pers, maar ook van mensen zelf horen. Van, ik loop mee om extra stil te staan bij dit is een belangrijk keerpunt in mijn leven. Ik moet nu verder. En dan lopen ze om te bezinnen of om iemand te gedenken of voor een ernstig zieke. En dan niet eens om daarvoor geld op te halen, maar echt vanuit het aandacht geven. En dat is bij uitstek een goede mogelijkheid om met een aansteken van een kaars dat nog even te verdiepen. Het mobiele klooster staat elke dag langs de route op ongeveer een uur van de start. En dan zie je al borden staan, steek een kaarsje aan, 50 meter. En dan staan we daar met een oude caravan, een klooster op wielen. En dan ook echt daar de ruimte bieden om in gesprek te gaan, maar dat hoeft niet eens zo. Nou, misschien net een moment van bezinning of een moment van verdieping ook, dat je nog even iets dichterbij komt bij wat eigenlijk je beweegreden is om die tocht te lopen. Wij zijn er voor iedereen. En dat is ook wat we als stadsklooster willen. We zijn er voor gelovigen, niet-gelovigen, andersgelovigen. Iedereen beleeft het op zijn eigen wijze. Dus echt iedereen is welkom, ook tijdens de Vierdaagse.